En we zijn weer terug met een heel korte tip. Dit keer een tip in verband met scherptediepte. We hebben eerder al over scherptediepte gesproken. Hoe kleiner het diafragma-getal, hoe groter het f-getal. Dus bijvoorbeeld f22 op deze lens, dat is een kleine, zeer kleine opening. Hoe meer scherptediepte je hebt. Nu, als je echt werkt met 2.8 bijvoorbeeld op deze lens, dan heb je heel weinig scherptediepte. En scherptediepte is de scherpte die in de diepte van je beeld, als ik zo fotografeer, in de diepte het bereik wat scherp is. Om dat op voorhand te kunnen inschatten, wat uw lens doet, als je een foto neemt, dan is uw lens altijd volledig open om zoveel mogelijk licht binnen te laten. Het is pas als je afdrukt dat uw diafragma dicht gaat naar het gekozen diafragma, de spiegel klapt op en de foto wordt gemaakt en het diafragma terug volledig open. Maar er is een truc, dat betekent dus wel dat je altijd kijkt alsof dat je op 2.8 in dit geval op volledig diafragma zou werken. Dus de scherpe diepte die je daar ziet, is eigenlijk de scherpe diepte in de maximale opening. Maar als je naar opening 8 gaat, dan wil je graag weten hoeveel scherpe diepte, of hoe ver je scherpe diepte reikt. Dan heb je aan de ene kant, op de meeste manuele lenzen, heb je een indexatie die aangeeft van, bijvoorbeeld in dit geval, als ik hier nu focus, dan reikt mijn scherpte diepte, hier zijn indicaties 8.8, diafragma 8. Dus op deze lens is het heel moeilijk zichtbaar, maar er is een vensterje op sommige lenzen die heel duidelijk aangeven van waar tot waar in meters of in voet, tot van waar tot waar de scherpte reikt. Een ander trucje is de spiegel op te klappen. Bij deze camera gebeurt dit hier. Ja. Dus als ik hier duw, dan wordt het diafragma gesloten naar het gekozen diafragma. Dus in dit geval, als ik hier duw, gaat mijn diafragma naar 8. En dan zie je in uw zoeker dat het beeld weliswaar veel donkerder wordt. Dus het wordt moeilijk om scherp te stellen. Je kan minder snel werken, maar als je buiten werkt bij een landschap bijvoorbeeld, dan zie je nog altijd genoeg. Maar wat is er anders? Uw diafragma is gesloten, dus je kunt echt uw scherpte diepte zien zoals dat die op uw uiteindelijke foto terecht gaat komen. Dus dat is een handig trucje om foto's te maken met heel exacte scherpte diepte. En je ziet hier, kijk, dat is eigenlijk hetgeen dat gebeurt. Als je diafragma dat dicht gaat en door op die knop te duwen, wordt dat toegepast. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende tip.